ik vind dat heel veel grappen gewoon, ook wat Theo, dat heel veel grappen laat liggen. Terwijl ik denk, als ik juist met mijn energie er net even die grappen net iets meer breng, dat er meer lach uit de zaal komt en dat de boodschap daardoor beter overkomt. Ik ben Theo Maas. En ik hoor je. Wat is er in godsnaam aan de hand met ons koude kikkerlijn? Ik ben Theo Maas en ik kom uit Eindhoven. Ja, ik ga gewoon verder, hè? Ja. Wat is er in godsnaam aan de hand met ons koude kikkerlandje? Kun je in Nederland nog wel zeggen wat je... Ik wil niet eerst sorry en dat je ook meer camera doet. Dat je niet alleen voorleest, maar dat je ook in de camera... Oh, echt in de camera, kijk. Wat is er in godsnaam aan de hand met ons koude kikkerlandje? Kun je in Nederland nog wel zeggen wat je denkt? Ik stem op de PVV. Ik ben veel extremer dan hij. Hij is tegen de... Rustig, je leest hem voor, ja. Aan het eind van het stukje ga je alweer met je hoofd naar beneden om te lezen. Echt het hele stukje op de camera. Als het maar gezond is. Nou, een paar kleine complicaties aan die stembandjes waren wij niet slecht uitgekomen. Vrouwen kunnen wel praten, maar meer als mannen. Het wordt meteen zo'n troep. Maar meer zoals mannen kunnen koken. Oh ja, kut, ja. Vrouwen kunnen wel praten, maar meer zoals mannen kunnen koken. Het wordt meteen zo'n troep. Willen wij als mensheid overleven, dan moeten wij het vanaf nu radicaal anders doen. Probeer het te menen, hè. Probeer het te mengen. Te menen. Dat je je zorgen maakt over de wereld. Denk aan je kindje, denk aan de toekomst. Neem het allemaal mee. Mm-hmm. Ja. En hoe je het zegt. Willen wij als mensheid overleven, dan moeten wij het vanaf nu radicaal anders doen. Ja. Okay. Dat is op dit moment het maximale wat ik uit deze zin kan halen, voor mijn gevoel. Dat ik dat soort grappen maak, daaruit blijkt juist dat ik antisemiet ben. Zoals ik ook anti-Italiaan ben. Anti-Antiliaan. Oh, Antiliaan. Ik kan lezen wat er staat ook, hè, gewoon. Ja. Ja, ben normaal gewend om de tekst aan mijn kop op de kop te leren en dan pas te doen. Dus dat is. Maar ik doe het nog één keer. Hè. Dat ik dat soort grappen maak, daaruit blijkt juist dat ik antisemiet ben. Zoals ik ook anti-Antilliaan ben. Oké. Ik heb nog even één vraag aan. Ja. Waarom denk jij zelf dat jij geschikt bent voor deze rol? Nou, ik vind vaak dat de waarom ik het zelf eigenlijk graag wil, is omdat ik denk, misschien een beetje arrogant, dat sommige teksten beter tot hun uiting komen en ook sommige grappen beter geplaatst kunnen worden als ik het doe.